Topnames. Iedere dinsdagavond praten we met wat wij noemen de voorhoede van Digitaal Nederland. Een van onze gasten hebben we eerder al aan tafel gehad, Tekel. Ja, dat is een hele tijd geleden. Hele tijd geleden. Onno Bakker van eBuddy. Gaan we straks uitgebreid natuurlijk over... Ik denk een jaar of vier geleden dat je bij ons was, hè? Ik had het niet anders verwacht. Nee, hoort erbij. Dat is een vervolgverhaal. Wij doen een vervolgverhaal. Ja, maar denk zeker 4 jaar geleden of zo. Ja, ik had het niet meer opgezocht, maar dit is wel... Ik zal het zelf even opzoeken. Ja. Ja. Zoiets moet het zijn. Was nog, daar kwam... Met Werner erbij, in de oude locatie. Ja, en toen nog Music U geheten. Ja, precies. Middels Q Factory. En, 4 november 2011. Kijk eens aan. Zo, dat is echt lang geleden. Ja. Dat is heel veel gebeurd. Ja. Ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het zeker ook straks nog over hebben. Nu ben je hier met je collega Joost Bruggeman om te praten over Silo afhankelijk van welk land je voorstelt. En dan Silo met dubbel I. Ja, Silo met dubbel I en 1L. Ja. En 1L. Ja. Wat doen jullie? Heel kort, wij maken een beveiligde messenger voor de healthcare, voor de medici. Er is de laatste tijd heel erg veel te doen over appende artsen. Het is wel interessant om te zien dat artsen die technologie heel goed kunnen gebruiken om efficiënter te kunnen communiceren met elkaar. Het is alleen nog niet veilig genoeg. De autoriteit persoonsgegevens heeft daar van gezegd, jongens, dat willen we niet. Patiëntgegevens over WhatsApp, hè, dat verdwijnt in de camerarol, dat zinkt naar de cloud, dat komt op iPads van kinderen van die artsen. Daar hebben wij een oplossing voor gemaakt die veiligheid beter regelt. Hè. Niet alleen de veiligheid onderweg, als je berichten stuurt van de ene telefoon naar de andere, maar ook met name de veiligheid op de telefoon zelf. Het wordt niet meer in de iCloud gebackupt. Alle foto's worden versleuteld opgeslagen in een aparte folder die ook geëncrypt is. Die alleen met een pincode of met een touch ID kan openen. En we maken speciale tools in de messenger zodat je foto's kan anonimiseren. Iets wat ook heel belangrijk is. Hè. Als je een patiënt bespreekt met een arts die geen behandelrelatie heeft, dan zou je eigenlijk de patiënt anoniem moeten maken. Daar hebben we een soort blur tool voor. We hebben ook een tool voor artsen om op een foto het aandachtsgebiedje aan te stippen met een pijltje. Zodat je heel duidelijk kan zeggen, kijk eens naar deze röntgenfoto. Wat vind jij van dit onderdeel op de foto? We hebben naast eigenlijk het normale chatten, als ik maar even zo mag noemen, hebben we ook een soort connect-functie. Dus wij verifiëren artsen, dus we checken of iemand daadwerkelijk een arts is. En we voegen hem vervolgens toe aan een directory waar je in kan zoeken. Dus maar je kunt niet zelf je opgeven. Je moet echt geverifieerd worden door het platform om binnen de app te kunnen werken. We hebben een model gekozen wat heel open is. Dus hij staat in de App Store. Je kan hem downloaden, je kan hem installeren. Tuurlijk, maar als ik me aan zou melden, dan kom ik niet door de ballotage. Je krijgt dan een flow waarin we vragen wie je bent en wat je doet. En dat controleren wij. Ja. En het voordeel van doe je dat? BIG-registratie? Ja. Dus in Nederland heb je BIG-registratie. Openbaar register. Ja, dus dan krijg je nog wel het probleem dat iedereen kan in het BIG-register natuurlijk een arts opzoeken. En zeggen, ik ben die en die arts, want dit is mijn BIG-nummer. Ja. Wij gaan dan een stap verder. Wij kijken of die arts bij een ziekenhuis werkt, of er een e-mailadres is wat bij een erkend ziekenhuis is ingeschreven en of je dat kan verifiëren. En dan kunnen we vervolgens ervan uitgaan dat die arts ook is wie hij zegt dat hij is. Bij huisartsen hebben we, dat zou je misschien moeten lachen. Bij huisartsen moeten we soms nog een fax sturen. Want wij kunnen alleen in een openbaar register controleren dat huisarts Jansen in een praktijk in Amsterdam een bepaald faxnummer heeft. Dan sturen we naar die fax een code. En dan vragen wij, en dat doen we heel grappig, dat doen we in een chat. We hebben een service desk chat. Of ze die gefaxte code kunnen teruggeven. We moesten daar heel hard over nadenken. Maar dat is echt... Ja. Sorry, dat klinkt wel echt... Ja, van maar ja. Aan de andere kant, hoe lang geleden was het bij Apple dat als je als developer moest aanmelden, dat je dat met een fax moest doen? Ja, en bij BlackBerry moest je nog naar het gemeentehuis. Moest je nog, klopt. Ja, nee, precies. Ja, dus dat was nou niet denk ik het beste van BlackBerry. Dat is denk ik ook waarom heel veel developers hebben gezegd, ik ga ergens anders voor ontwikkelen, voor een ander platform. Maar kijk, wij willen heel zeker weten, want de grap, als we je verifiëren, dan kom je in een directory. Dan kan je A, gevonden worden. Als arts met jouw specialiteiten, maar B, je kan ook zoeken en heel makkelijk een connectie leggen met de artsen die geverifieerd zijn. Dus ja, dat is natuurlijk wel een extra feature, want weet je, in principe worden messengers, apps, WhatsApp-achtige diensten natuurlijk vooral gebruikt om mensen een berichtje te sturen die je al kent. Dus dan speelt dat probleem niet. Ja. En
Weet je ook, als je jullie website bekijkt en de artikelen die erover geschreven zijn, dan zeg je, het belangrijkste is toch de encryptie, end-to-end encryption. Maar dat heeft WhatsApp nou juist ook net ingevoerd. Waar zit nou precies die markt die jullie zoeken? Want een arts die met een collega appt over een patiënt, zo gaat het natuurlijk in de praktijk. Je kent een specialist, je zegt, goh, je bent huisarts, je hebt een patiënt op het spreekuur, je zegt, goh, ik vertrouw dit niet helemaal, je stuurt die specialist een appje met een fotootje en... Ik vind het heel, heel terecht dat je het zegt en ik denk dat we nu ook een beetje gebruik maken van alle ophef rondom die encryptie. Hè. Dat is ook de ticket to the game. Ja. Maar uiteindelijk... Het heeft jullie natuurlijk enorm geholpen dat de KNMG heeft gezegd. Dat het genootschap van medisch personeel. Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de geneeskunde. Dankjewel. We hebben een arts aan tafel. Waarom niet? Ja. Die heeft natuurlijk gezegd dat ze dat eigenlijk niet goed vinden. Dat WhatsApp zoveel gebruikt wordt. Maar ja, overigens waren ze wel genuanceerder in het gebruik van WhatsApp... dan autoriteit persoonsgegevens. Autoriteit persoonsgegevens zei keihard mag niet. Ja. KNMG is wat genuanceerder en die zegt bijvoorbeeld als er een vitaal belang is, dus als je een patiënt zijn leven kan redden op WhatsApp, gewoon doen. Ja, tuurlijk. Ja. En terecht. Ja. Maar eigenlijk is het voor ons min of meer een soort een basisfeature. Het is een soort basishygiëne om die versleuteling goed te verzorgen. En eigenlijk waar de grootste behoefte aan is op dit moment is niet zozeer het beveiligd kunnen appen. Maar de grotere behoefte is meer waar kan ik heel snel een zorgverlener vinden. Of waar kan ik heel snel bepaalde kennis vinden. En dat is eigenlijk wat wij aan het doen zijn op dit moment. Wie is dan jullie belangrijkste doelgroep? Is dat artsen, specialisten onderling? Of is het tussen patiënt en arts, waar zit jullie... Heel bewust is dit heel erg zwaar gefocust op alleen de zorgprofessionals. En ik zeg bewust zorgprofessionals, omdat we ook zien dat bijvoorbeeld als je een beveiligde messenger gaat aanbieden alleen voor artsen, het niet gaat werken, omdat hoe ga je dan communiceren met verpleegkundigen? Precies, hoe gaat zorgprofessionals thuis... is breed, hè? Dat zijn dus iedereen, alle verplegers, alle precies. Mensen die in verzorgingstehuizen werken. De vrijwilligers in de thuiszorgorganisaties, iedereen die moet daarop kunnen. En hoe valideer je die dan? Want die hebben geen BIG-registratie of op een andere manier. Precies, dus we moeten twee dingen checken. Dus als er voor bepaalde beroepen zijn er registers voor, maar inderdaad sommige beroepen niet. Maar dan gaan we wel controleren of degene zegt wie die zegt dat is, dat die ook dat is. Dus we vragen dan, kan je, en daar hebben we dus ook de tools voor in de app, kan je een foto maken van je paspoort of van je rijbewijs. Dan kan je dus je burgerservernummers uitblurren of je handtekening wegblurren. En die informatie die hebben wij dan en dan zeggen we oké, dan ben je in ieder geval die persoon. En dan kan je vervolgens verder gaan op welke organisatie werk je, contact opnemen met die organisatie. Dat is eigenlijk een beetje de... Ja, dat is heel bewerkelijk. Ja, het is een enorme investering die je doet, maar wij geloven dat die investering ook drie keer weer terugkomt op het moment dat je echt een platform hebt dat zuiver is op die manier. Hey, en dan noem je als belangrijkste argument kennisuitwisseling tussen zorgprofessionals. Is het in de dagelijkse praktijk niet zo dat bijna alle zorgprofessionals in hun eigen netwerk mensen hebben die ze kunnen benaderen? Dus waarom zou je dan met iemand via een platform die je niet kent contact op gaan nemen om kennis of informatie te krijgen over wat je op dat moment moet doen. Ja. Waarom zou je dat doen? Ja, dus dat zal niet zo heel snel gebeuren, denk ik, eerlijk gezegd. Dus de kennisnetwerken dan die we bouwen, dat zijn in feite vertrouwelijke netwerken. Dus mensen kennen elkaar al. Dus om een voorbeeld te geven, specialisten in het ziekenhuis zijn steeds verder aan het specialiseren, gedwongen door... Enerzijds de output financing van zorgverzekeraars. Die willen dat we steeds meer bepaalde operaties alleen maar uitvoeren. Maar ook gaat de kennis van de verdieping van de medische zorg steeds dieper en dieper. En daardoor worden we allemaal gedwongen om, als je specialist bent, je te superspecialiseren in één of twee aandoeningen. Maar moet ik me dan meer voorstellen dat je kleinere groepen maakt van één ziekenhuis of zo? Of van... Maken jullie die of maken mensen zelf de groepen? Mensen zelf. Dus wat nu, dat is eigenlijk iets heel moois, wat op spontaan en organisch op WhatsApp groeit, is zo'n zorgverlener die in het ziekenhuis zit, die gesuperspecialiseerd heeft, die heeft geen maatjes meer in zijn eigen zorginstelling waarmee die kan sparren.
die wil dat toch laagdrempelig doen, maar ook op zo'n manier dat je niet synchroon allebei aan de, aan de telefoon hoeft te zitten of aan groep aan de telefoon hoeft te zitten. Dus daar maken ze allemaal WhatsApp-groepjes voor. En dus je krijgt een hele spontane organisatie van super gespecialiseerde kennis op WhatsApp. En dat zijn in feite allemaal vertrouwde netwerken. Ja. Maar wat we doen is, als iemand daarvoor kiest, bijvoorbeeld, dit is een hele mooie die wij zelf op het platform hebben meegemaakt. We zijn gestart met een groep van 200 huisartsen die heel snel met elkaar kennis uitwisselen. Van die 200 huisartsen is ook een aantal bezig met asielzoekerscentra en de zorg daarvoor te verzorgen. En daar moet iedereen die dus een normale Nederlandse populatie van blonde kinderen en ouderen vandaag gewenst is, heel snel schakelen en dus het wiel opnieuw uitvinden. En dus zij kunnen bijvoorbeeld zeggen van wij zitten in een groep. Die groep is vindbaar voor iedereen die bezig is met deze specifieke doelgroep. En, ja, dus als er iemand bij je langskomt, weet je, dat is, dit is de plek waar ik vragen die ik heb. Ja, dan kan je bij de groep aanmelden. Ja. En dan kan je zeggen van jongens, ik heb een casus. En dan kan de groep admin zeggen, nou weet je, kom maar binnen. En dan kan je daar ter plekke die groep de casus bespreken in de groep. En dat is eigenlijk heel laagdrempelig. Ja, hey, ik vind het fantastisch, hè? Ik geloof onmiddellijk dat dit werkt. Tegelijkertijd, als ik over nadenk en ik hoor, denk ik van oké, okay, als het een real-time communicatiemedium is, ja. Mis je dan eigenlijk niet, zeg maar, het opslaan van al die kennis. Hè, want het klinkt nu alsof ik elke keer, als ik over een week kom, ik dezelfde vraag nog weer een keer moet stellen aan diezelfde mensen. Of gaan jullie ook werken aan een soort van de Wikipedia van... Nu lijkt het alsof je dezelfde... Het is wel grappig wat je dat zegt, want we hebben veel discussies, met name... Bij EPD's komt dit voor, van, moet ik dit dan ook archiveren? Elektronische patiëntendossier. Ja, en, waarbij je op een HIS, een huisartseninformatiesysteem. En we hebben ons denk ik bewust wel heel erg meer dichter tegen het gesprek aan gepositioneerd. Hè. Dus we faciliteren een heel makkelijk en heel laagdrempelig een gesprek. En kan je met mensen in contact komen die je anders met de telefoon niet zo makkelijk te pakken kon krijgen. En als je daar een duidelijke beslissing neemt, dan moet je nog steeds in je EPD... loggen in overleg met die arts hebben besloten om links af te gaan of rechts af te gaan. Ja. En in de toekomst kunnen we wel denken aan een voorzichtige import- en export-tool. Dat je die 10 berichten die over dat onderwerp gingen, of de foto die je kreeg, dat je die heel makkelijk kan injecteren in een patiëntendossier. Maar als we nu vandaag de dag zouden gaan koppelen met Epic, is bijvoorbeeld een patiëntendossier. Ja. Dat is een enorm programma, is ook een ouderwets programma, denk ik. Ja, dan zijn we de komende 2 jaar bezig met de integratie en niet met het maken van features. Dat is de reden waarom je ervoor kiest. Want tegelijkertijd moet ik denken aan forums. Waar je natuurlijk altijd, als jij nieuw bent in een forum en er zitten oude mensen in de forum en je stelt een vraag. Ja. En dan is het Maar het veronderstelt ook, het is natuurlijk wel zo dat elke casus is anders. En dat is het grote probleem. En daarnaast is het altijd. Ja, dat is in de medische wereld. Dat is het grote zeer in de zorg. Dat alles dus geuniformiseerd moet worden. Alles moet gestandaardiseerd worden. Dat is juist het grote probleem van de artsen, toch? Jij bent arts, maar dat juist de extreme protocolisering van de zorg zet tegen de borst uit. Omdat dat niet te protocoliseren is. Nou, het is voor een deel goed te standaardiseren. Maar het is vooral ook heel moeilijk, omdat er vaak heel veel uitzonderingen zijn. En om nog even terug te komen op je opmerking over, is het niet irritant dat steeds dezelfde vraag wordt gesteld? De zorg is bij uitstek het vak waar je eigenlijk je gehele carrière zowel leert als onderwijst. En dus je hebt altijd een influx aan co-assistenten, studenten, verpleegkundige assistenten. Dus iedereen is voortdurend de hele dag dezelfde dingen aan het uitleggen. Dus het is eigenlijk een beetje gebruikelijk dat het op die manier gebeurt. Ja, dus dan stoort is het ook logisch. Alleen nog een krachtigere band. Je kan iedereen bereiken die je op dat moment mogelijk nodig hebt. Precies. Ja. Hoe verdienen jullie geld? Eerste jaar zijn we nog gratis, maar we gaan wel geld zwaaien voor de dienst. En dat is grappig, want we hebben dat natuurlijk een beetje getest. En eigenlijk zijn artsen heel blij dat je daar geld voor vraagt. Want als je een gratis product hebt, dan ben jij het product. En hier kan je heel inzichtelijk maken wat je betaalt. En dan betaal je voor de beveiligde dienst met connectiefaciliteiten. Ja, artsen zijn over het algemeen een beetje achterdochtig. Omdat ze natuurlijk gebrand zijn al door de farmaceutische industrieën enzovoort. Dus iedereen is vooral heel blij als je zegt van... Als je moet gewoon betalen, het is transparant, we doen niks geks met je data, dit is het. Oké, ja. Nee, want dat las ik ook, hè. Dat een van de problemen die...
De critici van WhatsApp ook benoemen is dat daar wordt alle informatie opgeslagen, wordt gebackupt, gesynchroniseerd met al je apparaten. Het staat inderdaad op de apparaten van je kinderen als je pech hebt, noem maar op. Ja. Bij jullie wordt alles gedelete van de servers, toch? Ja, nadat het gestuurd is. Ja, dat is echt een store forward. Dus wij kunnen de berichten ook niet lezen. Dus nee, het is encrypted. De verzender die verstuurt het end-to-end encryption. Maar er blijft ook niks hangen in het centrale platform. Dat gaat allemaal lokaal naar de telefoon. En op de telefoon is de default setting dat het na 30 dagen eigenlijk uit het gesprek gaat. Ook omdat het moet ook echt het gesprek zijn. Hè? Dus ja, het is niet belangrijk om 30 dagen geleden... Het archief is niet belangrijk. Het gaat over nu of vandaag. Of... Ja. Het is heel vaak nu. Kan je me nu helpen met dit probleem? Wat moet ik hier nu doen? Kan ik even meekijken? Ik zit hier mee. Ik weet niet zo goed of ik links of rechts moet. Ja. Maar je kan, als je dat wil, kan je dus wel in een chat aangeven dat je het zou willen bewaren. En dat is met name voor de casuïstiek. Hè. Sommige beroepen, daar is visuele foto's zijn heel erg belangrijk. Ook als je gaat onderwijzen weer. En wat Joost dan al zei, die superspecialist die dus wel als mensen opleidt, die heeft dan soms casussen in het EPD van het systeem ziekenhuis A. Maar leidt wel als mensen op in ziekenhuis B. En dan wil hij laten zien, kijk joh, hier heb ik, dit, als je dit ziet, dan moet je eigenlijk deze behandeling doen. En daar heeft hij dan een foto van in het andere EPD. Dan kan hij dat niet goed delen. Ja. Dus wat doen ze nu? Ze maken dus foto's met een camera. Die zitten dus in de camerarol. En als ik aan een arts, ik heb wat artsen in mijn buurt wonen. Ja, die scrollen dus even naar de huwelijk van de zomer. Dat kunnen ze makkelijk vinden vanwege de bruidsjurk. En dat is vlak daarvoor. Ja, en dan stoppen ze daar. Ik ken ze nog erger, de Apple TV screensaver. Ja, nee. Maar voor de kinderen al hebben gespeeld. Ja. Komt er zo'n huis in lopen. Ja, dus... Maar dus even, want het gaat over dit kan bewaren. Dus wij gaan wel een tool, we bieden de mogelijkheid om die foto's, we noemen dat pinnen. Die kan je dan, hè, want de foto's komen in een stream. Die stream die is 30 dagen op de telefoon en die verdwijnt dan. Tenzij je zegt, hé, deze foto wil ik bewaren. En dan kan je een casus ook makkelijk, zeg maar, later weer delen. Dit zijn vier foto's met een behandeling type A. Kijk maar, dit is hoe de patiënt binnenkwam. Zo was het herstel en zo is die uiteindelijk het ziekenhuis zien verlaten. En dat is niet voor elke arts even belangrijk, maar er zijn heel veel artsen die dat superbelangrijk vinden. Om die casuïstiek van zichzelf te kunnen bijhouden. Ja. Hey, het leuke van hier vind ik, we hebben in de afgelopen 10 jaar op internet alle dingen geprobeerd van communities bouwen, et cetera. En uiteindelijk is eigenlijk zoiets heel simpels als gewoon nu een gesprek met iemand kunnen voeren, is eigenlijk het meest krachtige wat er is. Ja. Nou ja, dat denk ik ook. Kijk, die zorg is op dit moment zo in transitie, maar je weet, wat is nou, wat blijft de rode draad in die zorg? Blijft toch de conversatie onderling? Altijd. Jij bent zelf arts. Ja. Hoe belangrijk is het in jullie team dat je een arts aan boord hebt? Het valt me namelijk bijvoorbeeld op dat in de publiciteit erover wordt gezegd dat het een door de sector zelf ontwikkelde app is. Ja. Ik denk, nou, dat heb je knap voor elkaar gekregen. Ja, ik ben ook dus sector zelf. Nee, dus, de grap is dat het om die reden. Nee, maar het is om die reden belangrijk voor veel mensen in de zorg om te horen dat over de problematiek waar zij mee worstelen goed is nagedacht. En dat dat goed begrepen is door degene die daarmee komt met een oplossing. Dus dat is een hele belangrijke. Voor het team zelf ben ik niet zo heel belangrijk als arts. Onno heeft wel eens een ski-ongelukje gehad, daar heb ik wel eens naar gekeken met zijn broek naar beneden. Maar wat nog meer belangrijk is dat... Zo bedoel ik het ook niet, hoor. Nee, ik snap het. Daarom vond ik het leuk om even te zeggen op televisie. Het is ook iets beroepsgeheim dingetje trouwens. Ja, encrypten. Ja, dat moet je zelf maar vertellen. Maar wat heel belangrijk was eigenlijk, en dat is ook waar denk ik de zin vandaan komt, is dat toen we begonnen met dit alles, waren we heel erg op zoek naar een stempel. Dus we gingen naar de KNMG toe, we gingen naar de federatie toe, naar de Landelijke Huisartsvereniging. En niemand kon echt een stempel geven. En dat begrijp ik ook, want we zijn ook toch een commerciële partij. Dus daar hebben ze dan moeite mee. Maar je wilt toch op een of andere manier een soort goedkeuring en een geruststelling afgeven. En ook voor ons als bedrijf is het heel belangrijk bijvoorbeeld dat we... Je hebt nog een Fox IT laten valideren dan? Ja. Ja, precies. Maar we hebben dus ook een adviesraad die met ons meedenkt over waar zitten nou de wettelijke kaders waarin wij opereren. Wat moeten we dan als features echt hebben om bijvoorbeeld zo'n groepsgesprek onderling te kunnen faciliteren. Waarbij mensen dus patiënten bespreken
die geen behandelatie hebben. En wat moet je dan doen? Dus dan is, juridisch ook best ingewikkeld. Ja, exact. Dus daar hebben we ook echt die expertise voor nodig. En dat zijn dus echte, ja, toch gerenommeerde zorg of medische juristen. Het is heel moeilijk om mensen die gewend zijn aan een tool die prettig werkt, zoals WhatsApp, over te krijgen naar iets anders. Hè? Ook al werkt het ongeveer even goed. Ja. Maar ja, die WhatsApp die gebruik je de hele dag. Wat is nu voor jullie, is zeg maar die veiligheid, die bescherming, al dingen, is dat jullie belangrijkste argument? Ja, dat is verschillend. Dus voor sommige mensen geldt dat heel erg. Dus die willen echt ook zeker zijn dat die beveiliging goed werkt. Je merkt ook dat sommigen dat minder belangrijk vinden, maar die vinden bijvoorbeeld heel gaaf en heel prettig dat ze kunnen anonimiseren. Dus dat ze iets hebben om die foto's onherkenbaar te maken. De anderen gaan juist heel hard op het feit dat ze nu eindelijk expertise kunnen vinden of zoeken. Of iemand waarvan community, je 06... zeg maar, die je hebt. Ja, of heel erg bewust. Bijvoorbeeld, er is een patiënt, je bent, laten we zeggen, fysiotherapeut buiten het ziekenhuis. Ergens in de eerste lijn. Die is geopereerd door een orthopeed. Die orthopeed die ken je wel, maar daarvan heb je het 06-nummer niet. Dus daar kan je niet mee WhatsAppen. Maar diegene kan je wel op Silo vinden. Komt dat voor? Ja, het aan de lopende band. Dat vind ik op zich wel schokkend. Ja. Nou, het is niet schokkend. Als je daarmee wachttijden voorkomt, of verder kan beslissen, ja, hij is, laat hem maar komen. Ja, nee, maar daarmee lossen jullie dan ook een andere in potentie, want dan moeten we natuurlijk wel iedereen zich aanmelden op jullie platform. Ja. En, ook vanuit mijn eigen ervaring een groot probleem, je noemt nou een mooi voorbeeld, fysiotherapeuten, orthopeden. Ja. Dat is natuurlijk weet je, als daar geen afstemming is, dan is de patiënt er dupe van. Helemaal. Maar goed, ik denk dan van ja, bizar dat zo'n fysiotherapeut niet even met zo'n orthopeed kan communiceren van, goh, wat zullen we doen? Ja, dat is toch grappig, maar toch, als die fysiotherapeut bezig is met een behandeling en die orthopeed is net in het moment dat hij wil bereiken, dan heb je dus een disconnect. Als je ja, maar het zijn natuurlijk geen dingen die op dat moment per se onmiddellijk moeten. Het is heel vaak van, goh... Daarom is de messenger zo handig, maar als je dus geen, als je niet geconnect bent op WhatsApp, dan kan je dat stopt niet doen. Dus. Dat is precies wat het is. Precies. Nee, het is juist. En dit is een mooi voorbeeld. Je kan wel connecten zijn per mail, zeg maar. Maar dat is in tijd. Dat doet hij toch één keer per dag of 's ochtends als hij bij de koffie binnenkomt en gaat even kijken wat er nou voor mailtjes. Dat is het fijne van zo'n messenger. En ik denk dat we allemaal hebben gezien wat zo'n messenger betekent, want het is omarmd door zo'n beetje iedereen dat het bereikt. Want het is juist voor die communicatie, één op één. Het is niet helemaal synchroon. Het is asynchroon, maar je hebt toch het gevoel of iemand gaat reageren. Of dat en dat is precies het verschil. En dat is net het je kunt zien of het afgeleverd is. Ja. Bij jullie ook? Ja. Oké. Okay. Iets breder, hè? Van, jij werkt al heel lang in de messaging. Je komt bij eBuddy vandaan. Ja. Jullie hebben het uiteindelijk af moeten liggen tegen WhatsApp. Als je nou kijkt naar wat jullie nu aan het doen zijn, zien we hier eigenlijk de volgende stap in de messaging. Dat van de grote algemene platformen we nu weer hele specialistische platformen krijgen van de niche eigenlijk. Ik denk wel, je kunt jou kunnen zeggen dat dus WhatsApp en dat soort platformen hebben duidelijk gemaakt wat messaging kan betekenen in communicatie. En de consumenten lopen natuurlijk altijd wel een beetje voorop met dat soort ontwikkelingen. En die consumententools worden steeds vaker dan gebruikt in een businessomgeving. En dan denkt men, dan zijn er altijd niches waar je dan toch beter past. Op backends kan aansluiten. Je kan Slack noemen als voorbeeld. Ja. Dat is ook een soort combinatie. Waar je nog, zeker als je met developers praat, kan koppelen aan systemen die op de juiste met signalen geven. Er zit hele goede messaging in. Die vorm van communicatie is absoluut fijn. En doeltreffend voor een bepaalde vorm van communicatie. Het solft niet alles, maar sommige dingen doet het heel erg goed. Ja, en dan krijg je dat mensen zeggen, hey, dit wil ik ook gebruiken in mijn business. En dan heb je een beetje hetzelfde. Ik heb een werk-e-mail en ik heb een privé-e-mail. Die willen ook scheiden. Je wil niet in je sociale berichten foto's hebben van patiënten die op de operatietafel liggen. Dat is toch... Soms zijn het best graphic... En is dus het 06-nummer van, in jullie geval dan, van veel medische professionals schermen ze af en willen ze niet prijsgeven aan iedereen. Maar ze zouden het misschien prima vinden om in jullie community geregistreerd te zijn. Helemaal, want... Zo gaat het dus werken.
Ja. Dat is wat je zegt. Ja, we doen sowieso user discovery, heet dat met een mooie term. Als je het hebt. Dus dat doen we op basis van telefoonnummers. We hebben een sign-in flow die heel erg laagdrempelig is en meteen contacten vindt als je al contacten zou hebben in de medische sector met die Cilo ook hebben. En daarna, als we dan geverifieerde gebruikers in de directory stoppen, kan je dus heel makkelijk in de directory zoeken op naam of op plaats. En we ranken ook, we hebben uiteraard met gebruik van goede search algoritmes, dat we de juiste personen hoger ranken dan mensen die pas verder weg zijn van je. Hey, als, jouw achtergrond, jij als arts en bijna surgeon hoor ik vandaag. Net niet. Orno zeggen. Logisch, dan snap ik, dan kies je voor. Voor die niche, maar vanuit jouw achtergrond, zou jullie technologie eigenlijk gewoon ook niet voor elke andere beroepsgroep, hebben we over nagedacht. Community, nee, maar, etcetera, ja, dus toen wij met elkaar gingen spreken over zullen we samen dit gaan tackelen, daar komen we misschien zo nog op, maar ik had natuurlijk wat ervaring en ook nog een team klaarstaan die heel veel ervaring had met het maken van messengers. En de twee andere takken, finance messengers en legal messengers, liggen meteen eigenlijk... Government. Toch. Hè, dus in de basis, de engine die berichten verstuurt en die ze encrypt, die kunnen we wel gebruiken. Maar de UX die we nu hebben gebouwd rondom groepen en rondom healthcare, is wel best wel specifiek gericht ook op healthcare. En, dus wat maakt die UX, die user experience, interface anders dan die van een advocaat? Nou ja, ik bedoel, in de flow van een bericht sturen, de pijl zetten of blurren, het pinnen. Kijk, dat is als je echt gaat inzoomen. Dus dat is wel grappig. Een messenger is zo eigenlijk al water in de kraan en iedereen heeft, denkt dat een messenger werkt op een bepaalde manier. Als je nu de WhatsApp-versie van 4 jaar geleden, of 5 jaar geleden toen ik hier zat, zou pakken en je vergelijkt die met de messenger van nu, denk je van, zo, dat is echt wel, dat is nog wel even brak tussen haakjes. Ja. Dus tussen toen en nu zijn er honderden, zo niet duizenden, hele kleine refinements gemaakt aan de messenger, waardoor het allemaal heel soepel werkt. En eentje op zich is niet zo belangrijk, maar allemaal bij elkaar maakt een messenger wel of niet prettig. En beter geschikt voor het ene en voor het andere. Daarom heb je Snapchat, je hebt allemaal messengers die wel, single purpose messengers noem je ze wel eens, die goed zijn in hun ding. En bij healthcare hebben we A, in de onboarding heel duidelijk rekening gehouden met de healthcare. In het zoeken van mensen, in het connecten van mensen, in het maken van groepen en zorgen dat je de juiste keywords erbij kan zetten. En dat zijn, ik kan er nu niet zo een paar heel specifiek noemen, maar dat zijn over elk detail praten we heel lang. We hebben hele heftige discussies, echt soms met slaande deuren, het werkt wel zo, het werkt niet zo. En dat gaat over één klik extra moeten doen of niet. En dat is echt super, super, super specialistisch op de pixel. En daarom hebben we nu gekozen dat we healthcare gaan cracken, want ik denk als we healthcare, legal en finance doen, doen we het alle drie niet goed. En dan worden we overal eigenlijk niet... Je zou kunnen zeggen, al die markten, daar ligt potentie. Jullie kiezen nu voor deze wereld. Ja. Nou zeg je ook, niet voor niks neem ik aan healthcare, niet gezondheidszorg. Dit is... We hebben ambities groter dan Nederland, duidelijk. Ja. Dat heb ik natuurlijk vanuit die buddy-tijd al een beetje meegekregen, dat de wereld het speelveld is. En Nederland was te klein. Dus toen ik zocht naar iets nieuws, toen was dat een van de... En zijn we daar concreet al mee bezig? Want inmiddels heb je... Hoeveel mensen zitten op Cilo? 2000? Nee, 3000. 3000 inmiddels? Gaat hard. Dat is grappig. Hoeveel medische professionals zijn er? In Nederland? Ja. Ja, dat hangt er vanaf hoe groot of waar je de grens legt. Dus als je het hebt over specialisten, huisartsen... Standaard apothekers. Zijn dat ongeveer 60.000 in Nederland. Oké, dus even wat in alle schillen daarbuiten. De fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers. Dan kom je echt al richting een miljoen. Ik moest even schakelen, want kijk, in de immuniteit hadden wij, toen we in onze hoogtijdagen hadden wij, om even de scope te zetten, 250.000 nieuwe gebruikers per dag. Per dag? Per dag, ja. Per dag. Internationaal, hè? Ja.
Ja, internationaal, maar... Ja, ja. En wij doen nu doen we 15.000, 20.000 berichten per dag op het platform. Dat is best goed. Bij Ebony deden we 10.000 berichten per seconde. Ja, het is gewoon de complete... Ja, want even voor de... Jij zei, we hebben het afgelegd tegen Snapchat. Dat is natuurlijk zo. WhatsApp. Ja. Maar laten we het ook even terugpakken. Want jullie hebben natuurlijk gigantisch... Jullie waren natuurlijk gigantisch succesvol. Ja. Jullie waren natuurlijk gigantisch groot. Laten we het niet alleen maar... Nee, dat klopt. Het had veel beter moeten zijn, maar het had veel slechter kunnen zijn. En ik ben er ook best eigenlijk wel trots op wat we gedaan hebben. 400 miljoen mensen in de wereld hebben Ebony gebruikt, hè? 400 miljoen. Ja, wij waren er toen er nog geen, even terugspoelen, toen er nog geen iPhones waren. Moet je even denken hoe dat eruit zag. Dat kan je al bijna niet herinneren. Maar toen had je dus Nokia's, LG's, Samsung telefoons. Wij waren daar gewoon de eerste feature phones. Ja, we zijn groter geweest dan Facebook en toen waren we heel lang. Ik had de e-buddy op mijn N95. Ja, dat klopt. Ja, want we hadden dus. Ja, en die ontwikkelaars die toen de software ontwikkelden, een Messenger, en die moesten de software ontwikkelen. Niet voor iOS 9.3, nee, voor 1000 verschillende telefoons. En dat moest ook nog werken op 1000 telefoons. En die gasten, die zijn nu hier aan het werken. Die hebben echt waanzinnig veel ervaring. En dat merken we nu. Want, hoe heb je al die jaren dat team bij elkaar kunnen houden? Die mensen kosten geld. Ja, nou ja, ik denk dat we hebben natuurlijk... eBuddy was een super gave uitdaging. Het is voor een ontwikkelaar heel gaaf om te werken in een omgeving waar je 3 miljoen... Maar goed, dat was in 2009 afgelopen. Later. Want eBuddy Messenger, dat was groot gegroeid op het oude MSN. Toen hebben we nog eBuddy XMS. Ja, dat was eigenlijk XMS is toen gekomen. Dat was de concurrent van WhatsApp. We hadden toen al een webmessenger. Hè, dus nu hoor je mensen, dat is wel echt handig dat je nu op WhatsApp op het web kan doen. Ja, sorry hoor. Dat hadden jullie 2010. Maar tegen die golf toen, eigenlijk een van de belangrijkste dingen waardoor we het eigenlijk niet hebben gered, is dat, dat kan misschien ook herinneren, BlackBerry was toen super groot. Hè? Ja. Iedereen was een pingen. Ja. En wij waren zo groot dat BlackBerry zei, eBuddy krijgt nooit toegang tot het platform van BlackBerry. Wij gaan ze dat push-protocol. En het push-protocol heb je nodig om een app te maken die gewoon wakker kan worden gemaakt als er een berichtje komt. Die krijgen geen toegang. Ja, en dan. Dus wat gebeurt er dan? Dan is wij hebben wel natuurlijk een app gemaakt voor de BlackBerry, maar die hield de verbinding open. Dat kost dan heel veel batterij. Dus dan installeer je als Erwin Blom installeer je op een BlackBerry XMS. Ja, wat leuk, dat werkt goed. En na een dag zeg je van, de batterij is leeg. Ja. Dan deinstalleer je dat. Dat weten wij natuurlijk niet. Dus Erwin Blom is dan op XMS wel een gebruiker. En dan gaat iemand een berichtje sturen naar Erwin. Dat komt dus niet aan. Dan denkt hij, dat is een slechte app zeg. Ik krijg geen reactie. Ja, dus dan zit je dus in een downward spiral. Ja. Nou, toen hebben we nog wel, eigenlijk wel heel goed, hebben we nog een deal gedaan met een Japans bedrijf. In Japan was Line een enorme grote messenger. Die wilden een concurrerende versie hebben. Dus die hebben we, met een Japanse aandeelhouder hebben we nog een heel mooi ritje gemaakt op de Japanse markt. En uiteindelijk hebben we een deal gedaan met Booking. En toen... In die deal hebben Jan-Joost, mijn partner uit eBuddy en ook onderdeel van het Silo-project, besloten van we moeten eigenlijk een soort teamje overhouden uit die deal. Van een backend, een iOS en een Android developer en de mensen die we goed kennen. Ja. Waarmee we gaan ondernemen, nieuwe dingen gaan doen. En je vroeg af, waarom zijn ze gebleven? Ik denk dat wij met eBuddy altijd een heel erg prettige werkomgeving hebben gehad. Hele leuke, uitdagende development trajecten hebben gehad. En ook best wel goed hebben gezorgd voor ons personeel. Ja, dat moet aan wel. Want ik zag deze week bijvoorbeeld op Twitter iemand van Bol. Yeah. En die zag ik zeggen van, hey, gast van Uber, een Nederlander die bij Uber zit. Yeah. Dat zou je dan doen, weet je? Maar mijn hele mobiele team... Hij is allemaal door headhunters van jullie benaderd om met z'n allen bij Uber te gaan werken. Hè? Dus de markt is krap voor goede mensen op de mobiel. Nee, zeker. En dat was ook waarom wij met Booking een deal hadden gedaan. Want die waren met name geïnteresseerd in onze mobiele developers. En die waren vooral een webplatform. En als je een jaar eerder kan lanceren met een mobiel product en je hebt 1% meer omzet. Voor een Booking was dat, weet ik wel, 6 miljoen per dag. Dat zijn echt mega bedragen. Maar er waren ook een paar mensen die niet hielden van een grote corporate omgeving. En tenminste, wij waren toen
eigenlijk ook al best wel groot. We hadden 100 man, maar die wel heel graag met weer door wilden ondernemen. En dat team, dat hebben we bij elkaar gehouden. Hebben we tussendoor wat uitstapjes mee gedaan. Hebben we wat andere ondernemers geholpen toen wij zoekende waren naar ons nieuwe project. Hè? Want je hebt ook niet meteen dan de medische wens, want je loopt ook niet meteen tegen Joost aan. Dus toen hebben we wat projecten gedaan om ons team eigenlijk bezig te houden. Ja, dat klinkt een beetje negatief, maar bezig te houden om ze een goede uitdaging te geven. Een van die uitdagingen is het picknickproject. Oh, ja? Dus de eerste versies van picknick hebben we helpen ontwikkelen met ons team. En dat was voor ons team heel gaaf, want dat was ook een supercoole uitdaging. Hè? En Picnic is natuurlijk een waanzinnig cool project. Zeker als je daar als een developer naar uitkijkt. Een groot assortiment moet je in een supermarkt. Hè? Een supermarkt-appje op een telefoon bouwen. Ga er maar eens aan staan. En met de achterkant met allemaal bestellen en alle logistiek. Dus dat is echt wel een ding. Dus dat was voor het team heel gaaf. En het was voor ons dus de mogelijkheid om het bij elkaar te houden. Ons bedoel ik Joost en mijzelf. En wij hadden al wel eens een keer bedacht dat we een messaging niche wilden opzoeken, waarvan de healthcare er wel één was. Maar hebben dat nooit gedurfd om het zelf te doen, omdat we niet, je moet echt iemand hebben uit de zorg. Nou precies, dan toen viel het kwartje. Zo kwamen we Joost tegen en toen hoorden we zijn visie en zeiden ja, je hoeft mij niet uit te leggen hoe messaging werkt en dat heel handig is. Dat was ik al aan het uitleggen 10 jaar geleden aan een investeerder. Die zei, moet je dan niet een e-mail sturen? Dat je dan dacht van, oké, just wasting another hour. Ja, maar goed, dan zijn we weer terug bij Silo. En je punt is duidelijk, je hebt een topteam. En het brengt ons wel bij een vrij cruciale vraag. De strategische die Johan Schaap via Twitter stelt. Waar gaan jullie nou uiteindelijk heen? Wat is je strategie? Gaat dit jullie project over communicatie of gaat het over diagnose? Nou, dat is wel een goede vraag van Johan. Ja, het is jammer dat hij nu niet hier is om die toe te lichten. Maar als ik het goed begrijp, is een beetje de vraag van... Nee, ik weet wel wat hij bedoelt. Kijk, jullie faciliteren communicatie tussen artsen en dat gaat heel vaak over casuïstiek. Ja. En je bent op zoek naar een diagnose als je jullie platform gebruikt. Als je expertise inroept van andere artsen. Ja, je bent op zoek naar kennis, ja. Ja. Als je nou heel diep nadenkt over jullie roadmap, wil je nou uiteindelijk een platform worden en een tooling waarmee je de diagnose van patiënten vergemakkelijkt? Of ben je een communicatietool? Ja, je bent eigenlijk beide. En dat is klinkt misschien al een beetje... Nee, maar het sluit een beetje aan bij de vraag die jij net stelde. Hè? Van, wil je uiteindelijk een platform worden waar... Weet je wel, heel veel kennis beschikbaar is, ook even los van het feit of iemand onmiddellijk reageert. Omdat je heel veel cases en casuïstiek ontsluit of vergelijkbare situaties, vergelijkbare patiënten, weet je wel. Maar die goede diagnose, die kan je alleen maar stellen met goede communicatie. Ik denk dat het een van ons niet los te zien is van het andere. Je zou kunnen zeggen, kijk eens naar China, daar heb je WeChat. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen, wij willen uiteindelijk een kennisplatform worden, waarbij die real-time communicatie misschien niet het allerbelangrijkste is. Nou, wat we eigenlijk doen is kijk, die zorg die is aan het veranderen. Er is een behoefte aan een communicatievorm die los staat eigenlijk van de zorginstellingen. En dus wat je ziet is, die zorginstellingen willen ook zorg dichter bij de patiënt leveren. De fysiotherapeut en de orthoped is een mooi voorbeeld daarvan. De officiële manier tussen een fysiotherapeut en een orthoped te praten is niet e-mail, maar fax. Nog steeds. Dus dat klinkt heel raar, maar het is echt waar. We moeten even nog vragen of het echt waar is. Dus, nee, het is echt waar. Nee, maar kan je voorstellen. Maar wat je gaat krijgen dus... Als je dus... Ja, ik heb hele andere ervaringen, daarom zeg ik het ook. Ik heb een hele tijd, ik ben geopereerd, orthopeed, 2 jaar bij fysiotherapie gerevalideerd. En er was gewoon een orthopeed die gewoon kon mailen of sms'en. En dat deed de fysiotherapeut ook. Precies, nou, dus maar dat is dus wat iedereen doet. Laten iedereen sms't, mailt. Ja. Nee, maar oké, maar als je kijkt naar... Hey, die traditionele zuilen, silo's van de eerste en de tweede en de derde lijn. Dus de specialist zit in de ziekenhuis, de tweede lijn. En de fysiotherapeut zit dus richting meer de huisartspraktijk, dus de eerste lijn. De officiële communicatiestructuren zijn nog steeds beveiligd e-mail, wat nog nergens echt is uitgerold. En dus de fax en de telefonie. Daarom is iedereen dus ongeoorloofd aan het appen, aan het mailen, aan het sms'en enzovoorts. Dus... Wat we doen is een beveiligde communicatie leveren, maar wat we echt het mooist vinden en waar ook nog wel in de toekomst verdienmodellen aan vastzitten, is in feite die,
die kennis online rubriceren, die toegankelijk maken voor andere partijen, et cetera, et cetera. Ja. Dus we gaan het beide doen. Ja, want als wij nu de messaging en bots krijgen we dan, zeg maar, daarna. Dat zijn de thema's van dit moment. Ja. En dan de volgende is dan artificial intelligence. Ja. Ja. Die hoort daar ook heel erg bij. Dus daarvan wat je ziet gebeuren op andere terreinen. Het is een containerbegrip. Het gaat soms helemaal nergens over, hoor. Maar het klinkt altijd interessant. Dus alles wat je doet zegt bij dat het artificial intelligence is. Ja. Maar je zou je kunnen zeggen, in jullie geval, als je dat stukje artificial intelligence erbij pakt, oftewel, we kunnen profiteren van de totale bak aan informatie die er is. Weet je, en als iemand een vraag stelt, misschien wel uit die bak vanzelf al, zonder dat die andere mensen aanwezig zijn, het juiste antwoord krijgen. Dus jullie brengen nu de mensen bij elkaar. Als je de trends volgt, dan zeggen ze allemaal de volgende stap is, zet slimme computers aan het werk om op basis daarvan met de juiste antwoorden op vragen te komen. Is dat bij jullie ook een richting, een optie? Nou ja, we hebben wel eens over IBM Watson natuurlijk gebrainstormd. Dus ik kan niet ontkennen dat we daar over brainstormen. Maar op dit moment, dan ga je weer heel fast forward weer terug. Hè. Dan denk je, wij zitten nu meer in het van, hoe kan je toch met 9 vrouwen in 1 maand een kind maken? We zitten meer die problemen op te lossen. Hè. Want wat ik al zei, die WhatsApp is in 5 jaar gebouwd, heeft heel veel features. We zijn begonnen met programmeren in januari. Dus we hebben in 3 maanden hebben we die app gebouwd, maar er missen natuurlijk nog wel features en dingetjes waarvan we denken, dat kan beter. En artsen vragen daar ook om, dus dat is op dit moment echt de focus. Ja. Maar het is, ja, we staan wel open voor wat voor nieuwe technologieën op de platform. Ja, maar first things first. Eerst dit even heel goed doen. Ja, het is wel aardig dat je het zei, je had het over kunstmatige intelligentie op basis van informatie. We komen nu eigenlijk uit zo'n hele informatietijdperk. Dus ik kan mezelf nog herinneren dat toen was ik nog student. Toen kwam in één keer overnacht kwam die PDA, die Palm Pilot. Die kwam in één keer de zorg in. Want hoe was de situatie daarvoor? Je had een medische bibliotheek in je ziekenhuis. Die was van 9:30 tot 4:30 open. En als je tijdens je nachtdienst iets wilde opzoeken, dan moest je dus de nachtportier regelen. Die ging dan openmaken. Die ging dus wachten totdat jij ergens tussen het archief een artikel had gevonden, als dat al lukte. Maar had je dus in één keer die Palm Pilot. Dus die medische bibliotheek zat in één keer 24/7 in je broekzak. Toen kwam de smartphone, dan hadden we dus de World Wide Web in één keer 24/7 in onze broekzak. En eigenlijk wat je nu ziet is dat er is een enorme bak aan informatie. Iedereen heeft wel hier en daar waar hij zijn informatie vandaan haalt. Maar niemand heeft meer de tijd om echt als je een nieuwe query doet, die informatie als het ware te rubriceren, te herkauwen. Dus ja, de overload is gewoon te veel. Het is overload. Ja. Maar wat nu heel lekker werkt, als je dus in een hele grote groep met mensen zit, dus die hebben al die, als het goed is, heeft iedereen al zijn eigen geschiedenis met informatie. Ja. Zijn ervaring is eroverheen gegaan, die heeft kennis. Ja. En dus wat we willen faciliteren is eigenlijk in plaats van een Google query, dat je een kennis query als het ware op het platform in een groepschat doet. Als maar meer, hoe meer mensen erop zitten, hoe sneller gereageerd wordt. Zullen we het omschrijven als artificial intelligence niet op basis van algoritmes, maar op basis van kennis en ervaring? Ja, exact. Nou, zijn we eruit. Heerlijk. Ja, het is toch wel prettig ouder worden, dat er aan zit te komen. Ja, dat hopen we allemaal. Ja, heel ontzettend bedankt, veel succes en prachtig initiatief. We houden het in de gaten. Ja. Ja. Jullie bedankt voor het kijken en we sluiten nooit af zonder te bedanken. 2ML voor de hosting van de site, Streamzilla voor het leveren van de livestream en natuurlijk Bier & Co. voor het leveren van de biertjes. Stekel is gewoon een klein beetje stekel, klein beetje dwars. Moet Heineken drinken, terwijl hij toch lekker was. Ik wilde zo'n Budweiser. Deze vind ik echt heel lekker. Die komt ook van Bier & Co, maar die was op. Oké, okay, de kouwe was op. Volgende week doen we uiteindelijk voor jou. Dat was echt een goeie. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En als je online kijkt, dan weet je dat je ons complete archief via YouTube en fastmovingtargets.nl kunt bekijken. Dag.